Assalamu alaikum, mijn naam is Nouri Goudani. Goedenavond, mijn naam is Thomas Rijsman. En wie hebben we te gast? Helemaal uit Amerika, Younes Mokhtar. Fijn dat je erbij bent. Ja, goedemiddag. Hier is het nog middag, heren. Dus goedemiddag. Ja, vertel even, waar zit je? Ik zit in Columbus, Ohio. En voor de mensen, die niet weten, waar ligt dat, Columbus? Dat ligt in Ohio in de Verenigde Staten. Ja. Maar niet iedereen weet waar Ohio ligt. Ja, iets in het oosten van Amerika. Dus ja. ik zit op ongeveer een uurtje vliegen vanaf New York. 600 kilometer. In het noorden inderdaad, een beetje noordoosten bij Chicago in de buurt. Ja. Een beetje in de rechterhoek daar. Ja, precies. Het is een uurtje rijden van hier naar Cleveland. Naar Chicago is wel een stukje verder. Hoor. Amerika is heel groot, dus op de landkaart zit het er allemaal dicht bij elkaar. Ja. Maar in werkelijkheid is het toch een paar honderd kilometer. Ja. Dus daar. Maar, ja, prima. Ik moet zeggen, hier valt het wel mee. Hier is het land best wel, hier in Ohio hebben ze best wel vroeg alles dichtgegooid. Dus restauranten, scholen, waardoor het allemaal beperkt is gebleven. Mm-hmm. En ze beginnen nu langzamerhand wel open te gaan weer. Winkels gaan weer open. Scholen blijven wel dicht. Maar ja, wat moet ik zeggen? Ohio is heel groot. Ik denk dat de oppervlakte van Ohio vergelijkt met Nederland. Is dat misschien 20 keer groter dan Nederland. En je hebt maar volgens mij iets van 10 miljoen inwoners hier. Dus ja, dat valt allemaal. Het is niet zo dicht bevolkt als in Nederland. Ja. Mooi man. Wat doe je de hele dag, nu dat corona is? Ja, ik heb twee kinderen. Ik heb pas een zoon gekregen, dus die heeft mijn handen wel vol aan. Gefeliciteerd. Mijn dochter is 3 en ik heb een zoontje gekregen 16 april, dus die is net een maandje oud. Ja. Wauw. Ja. Oh, super. En hoe ben je, want kijk, we kennen jou natuurlijk als voetballer van een paar clubs in Nederland. Met name PEC Zwolle. Echt een hele goede periode, een paar jaar geleden, 2017, 2018. Volgens mij is dat je beste seizoen in Nederland. Ja, statistisch gezien zeker. Goed seizoen gehad als club zijn, dat draaide we ook wel goed. We hadden leuke spelers, leuk team. Ja. Dus dat was, was een mooi seizoen, ja. En hoe kom je dan in Amerika terecht? Was dat een droom van je of toeval? Het trok me altijd wel aan. Amerika natuurlijk, het land zelf. Een droom. Een droom is om natuurlijk in Spanje te voetballen of in de Premier League. Ja. Dus dat was meer een droom. Maar dit is natuurlijk ook hartstikke mooi om dit mee te maken. Ja. Ik ben nog jong. Dus in principe ja, jong. Ik ben 28, maar... Als je het beste jaar moet komen, je beste jaar. Ja, als we nog mogen voetballen, wil je. Ja. Hoe is het niveau? Ja. Het niveau? Het niveau is wel goed hoor, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel vergelijkbaar met de Eredivisie. Ja? Kijk, op Ajax en en PSV en Feyenoord is het allemaal wel hier wel vergelijkbaar hoor. Is het wel... Het mooie hier is dat door die salary cap en alle regels aan verbonden zijn alle teams wel gelijkwaardig. Het is niet zo van je kan niet winnen van een LA Galaxy of van LAFC of van een New York FC. Iedereen kan van elkaar winnen, dus dat maakt het ook weer heel spannend en heel leuk. Ja. En jullie? En, wat zeg je, Norin? Hoe goed zijn jullie? We hebben wel een heel goed team, moet ik zeggen. We hebben een aantal spelers weer erbij gekregen begin van het seizoen. Een aantal versterkingen, jongens zijn teruggekomen van blessures. Dus we wilden wel echt voor het kampioenschap gaan. Alleen het is maar de vraag in hoeverre wij nog het seizoen gaan hervatten hier. En in welke vorm. Dus dat is alleen even een grote vraagteken. Maar ja, ik denk dat er wel belangrijkere dingen spelen hier op dit moment in Amerika dan sport. Ja, en hoeveel Marokkanen spelen er in de MLS? Er is laatst, is Younes Namli ook deze kant op gekomen. Serieus? Ja, die speelt hier bij Colorado Rapids. Dus Danny Hoes is dan half Marokkaans. Waar speelt hij? Dus
Die speelt bij San Jose. Awesome. Earthquakes. Okay. So, ja. Dus even kijken. Ja, dat, volgens mij is dat het. Dat zijn drieën. Dat zijn er iets minder dan in de Eredivisie. Want in de Eredivisie is inmiddels 10% Marokkaans. Okay. En dat groeit en dat groeit maar. Is de MLS is volgens mij ook super multiculti, hè? Ja, ja. Je hebt hier Zuid-Amerikanen, Amerikanen, Europeanen, Afrikanen. Het is echt Amerika eigenlijk, hè. Amerika is sowieso wel heel multicultureel. Dus, ja. En schrok jij ervan dat Ron Jans in de problemen kwam? Want daar heb je mee gewerkt bij PEC Zwolle natuurlijk. En ja, de meeste mensen kennen hem toch als een fijne vent. Ja, ik schrok er wel heel erg van, moet ik eerlijk zeggen. Wat je zegt, ik heb een tijd met hem gewerkt. En ik weet wel dat Ron het wel af en toe wel leuk vindt om een grapje te maken zonder bijbedoelingen. Ja. Alleen ja, als je hem niet kent, als je hem niet goed kent, dan kan dat nog eens verkeerd opgevat worden. En ik denk dat dat hier wel heel gevoelig ligt. Dus ik vond het wel heel opmerkelijk dat er zo'n groot ding van werd gemaakt. Ja, werd er bij jullie in de kleedkamer over gepraat, onderling? Waren mensen benieuwd naar jouw mening, dat jij hem kent? Ja, we hebben natuurlijk ook twee spelers die vorig jaar bij Cincinnati hebben gezeten, die onder leiding van Ron hebben gespeeld. Dus die hem ook wel een beetje kennen. Alleen dat waren niet de jongens die altijd speelden bij hem, ja. En als je niet altijd speelt bij een trainer, ja, dan heb je nog wel eens een andere mening over een trainer. Maar er werd wel over gesproken, maar het is moeilijk oordelen over iemand als je hem niet kent. Ik kan dan bijvoorbeeld mijn mening geven omdat ik hem ken en zeggen hoe hij als persoon is. En dat het eigenlijk best wel vreemd is dat dat soort dingen naar buiten komen. Maar dat scheen ook nog eens te zijn dat komt van een speler die niet speelt. Ja. Die niet altijd speelde, dus ja. Dan is het wel extra lastig, ja. Heb jij je moeten aanpassen aan Amerika? In kleine dingetjes? Of heb jij, want het is natuurlijk een land met... Ja, je gaat er naartoe en denkt dat het hetzelfde is als Europa. Omdat we zo op elkaar lijken, maar... Ja, alles is hier gewoon veel groter, veel ruimer. Ik zit in Columbus, ik zit niet in New York, waar het heel dicht bevolkt is. Dus ik heb gewoon een leuk huis met een grote achtertuin waar mijn kinderen lekker kunnen spelen. En ik moet zeggen, aanpassen, ja. Ik heb er niet veel moeite mee gehad. Alleen enige sportief had ik er wel een beetje moeite mee, omdat ik halverwege het seizoen binnenkwam. Ja. En ik zelf 3 maanden niet in groepsverband heb getraind of gespeeld. Dus dat was voor mij het enige moeilijke, om aan die knoppen, zeg maar, om zo snel mogelijk... aan te haken aan het niveau. Conditioneel ook, vooral. Buiten het voetballen om, heb ik hem best wel snel kunnen aanpassen, moet ik zeggen. Ja. De controles op het vliegveld, last van gehad? Of, ja, als je voor het eerst land binnenkomt natuurlijk, dan word je scherp gecontroleerd. dan moet je wel even mee, aparte kamertje in, wat kom je hier doen, et cetera. Ja, zeker. Wordt wel gevraagd van wat kom jij hier doen? Hoe lang ga je hier blijven? Toen ik hier ben gekomen had ik nog geen adres. Dus ja, dat is ook altijd voor hun even een extra reden om je toch even eruit te halen en toch even met je te gaan zitten. Maar voor de duidelijkheid, Noorden, jij stelt die vraag omdat Younes eruit ziet als een Arabier en in Amerika met 9-11 en Trump. Ja, Trump heeft natuurlijk laatst nog gezegd van, als het gaat om moslims. Volgens mij is Trump wel heel goed met Arabieren, want zoals hij laatst aangaf, zijn het biljoenen die overgemaakt worden hier naartoe. Dus zolang dat gaande is, dan niks aan de hand. Mag je eigenlijk geen kwaad woord spreken over een Arabier richting terug. Maar vind je dat dan vervelend als je op het vliegveld eruit wordt gepikt? Want ik maar dat, wel... is niet, dat is niet specifiek omdat ik Arabier ben, hoor. Dat vroeg ik me af. Nee, dat is gewoon meer omdat het verhaal achter je. Dus je hebt nog geen adres. Hoe lang ga je er blijven? Daar heb je nog geen echt antwoord op. Dus al die kleine dingen bij elkaar zorgt ervoor dat ze je toch een beetje extra willen screenen. Nou, hier is het heel makkelijk. Ik ben voetballer. Ze halen Google erbij. Ze googelen je en ze zien dat het allemaal wel klopt. En dan is het allemaal ook verder prima.
Dus het is niet zozeer gebaseerd omdat ik misschien een klein baardje heb en een Arabische uiterlijk heb. Maar ja. Het is gewoon lastiger hier om sowieso nu, sinds Trump aan de macht is, is het allemaal wat aangescherpt. Dus, maar ja, voor de rest heb ik er verder nooit meer echt moeite mee gehad. Goed zo. Jij komt uit Utrecht, hè, oorspronkelijk? Ja, dat klopt. Uit welke wijk kom jij? Overvecht. Zeg maar, Overvecht? Overvecht, ja. Volgens mij, als we alle voetballers die uit Overvecht komen bij elkaar zetten, dat zijn er enorm veel. Ja, maar volgens mij krijg je dan alleen maar middenvelders en aanvallers. Dus dan kun je net nog geen goed team vormen. Nee, maar noem er eens een paar gasten op met wie jij bijvoorbeeld op straat nog gespeeld hebt, die ook prof zijn geworden. Ja, ze zijn er veel. Labiat, Afalai, Aysati, Leerdam. Ja, Jurgen Collin dan. Ik was wel heel klein. Hij was wel wat ouder. Oudere generatie. Ja, jongens, nog meer uit Utrecht. Iemand Naya. Ja. Kijken. Ik zal er vast nog wel wat vergeten. Ja. En op jonge leeftijd naar PSV, hè? Veel Marokkaanse jongens. Ja. Maar, wat ik me dan heel veel jongens uit Utrecht. Wat voor eten krijgen jullie daar? Wat eten jullie? Waar? In Utrecht? Ja, zoveel talent. We eten weinig, daarom zijn we hongerig, toch? Ja, goed antwoord inderdaad. Als je de top wil halen, dan moet je hongerig zijn. Dus dan kun je niet te veel eten. Goed man. Nee. En wat ik me afvroeg, wat wil ik nou vragen over Utrecht? Nou ja, maakt niet uit. Oh ja, ik weet het alweer. Je komt van de straat natuurlijk. We hebben Abdennasser El-Kayati gesproken. En die legt in ons boek heel mooi uit dat hij eigenlijk heel lang te veel straatvoetballer was om echt door te breken bij het veldvoetbal. Herken je dat verhaal? Heb jij ook een soort van ergens een omslag moeten maken om zakelijker te gaan voetballen? Ja, zeker. Vroeger ging het natuurlijk om de tricks en als je iemand had gepoord en je had iemand uitgekapt en dan was het na de wedstrijd was het natuurlijk in het daarover. Terwijl het in het moderne voetbal gaat erom hoeveel doelpunten heb je gemaakt, hoeveel assisten heb je geleverd, hoeveel key passes heb je geleverd. Ja. En dan is het gewoon allemaal, word je gewoon keihard daarop gestraft en beoordeeld. En ik kan me nog wel een moment herinneren dat ik een gesprek had met Fred Rutte en dat hij tegen mij zei van luister, wij betalen jou om de dingen die je goed doet, dus dat is normaal dat je die doet. Wij beoordelen jou op de dingen die je fout doet. En dat deed bij mij wel een knopje omdraaien. Oké, ik moet zakelijker gaan voetballen. En ik moet gewoon rendement leveren. Want dat is waar het uiteindelijk om draait. Een trainer zal een speler die veel rendement oplevert nooit passeren. Nee. Al heb je mindere wedstrijden. Dus dat was voor mij ook. Als je uiteindelijk een stap hoger op wil maken, wordt er altijd wel gekeken naar je statistieken. En mis je dan die tricks? En dat frivolen, ja, tuurlijk. Op een gegeven moment, als je dat natuurlijk niet meer blijft doen, dan als je wat zakelijker wordt, dan gaat dat op een gegeven moment. Maar ja, je ziet dat zelfs bij de beste. Cristiano Ronaldo is de beste vorm daarvan. Die was altijd tricks en et cetera. Niet het rendement die zeg maar, waarvan wij hem nu kennen. Maar op een gegeven moment heeft hij ook zelfs die kantelpunt moeten maken. En is hij veel zakelijker gaan spelen. En is het alleen maar om doelpunten gegaan. En doelpunten en assisten. Ga je dan nog wel eens los van de trainingen en los van de wedstrijden. Ga je nog wel eens met maten op een plein spelen. Zodat je nog wel die dingen kan doen. Of in de zaal misschien? Ik moet zeggen, in Utrecht doen we dat nog wel in de zomer. Dus als de jongens allemaal vrij zijn, dan gaan we vaak wel even voetballen. Meestal wel een beetje weer fit te worden voor het nieuwe seizoen. We leven toch wel met elkaar wel voetballen. En ik moet zeggen, in Marokko doe ik nog wel heel veel. Marokko hebben tegenwoordig ook heel veel kunstgrasveldjes. Yeah. En daar vinden me die jongens voetballen, dat vinden ze prachtig. En dat vind ik zelf ook heel leuk. En dan gaan jullie los? Dus, dan mag je doen wat je wil. Dan gaat het weer om de tricks en niet om de doelpunten. Dus, ja, lachen man. Ja. Dus in de zomer in Utrecht, stel dat je bent in Nederland.
Dan komen van verschillende clubs en ook gewoon jongens uit de buurt, komen bij elkaar op een veldje en die gaan dan lekker ballen gewoon. Ja, gewoon jongens uit de buurt. Aysat, die Hasan Kilic, die in Turkije zit. Daar moeten we een keer bij zijn. Nou ja, gewoon ja, die jongens die, die dan op dat moment vrij zijn en die gewoon lekker zin hebben om te gaan voetballen. Ja, dat doen we dan. We hebben zelfs, vorig jaar hebben we zelfs meegedaan aan een toernooi met de jongens. Nee. Gewoon lekker gevoetbald. Ja. Dan zie je wel dat die jongens verbaasd zijn van, hey, kijk eens, daar lopen die jongens, de profvoetballers. Ja, voor ons, wij zijn gewoon normale jongens. Dus, zo zien wij onszelf ook. We zien onszelf niet als profvoetballers. Op dat moment zijn we gewoon jongens die liefhebbers zijn. Ja. En kom je wel eens jongens tegen dan op straat die eigenlijk op dat moment, op die plek, gewoon beter zijn dan jullie? Straatvoetbal, ik ken heel veel jongens die het uiteindelijk niet gehaald hebben, die misschien wel meer kwaliteit hebben. Alleen ja, voetbal is natuurlijk niet alleen kwaliteit, het is ook discipline. En je moet bereid zijn om die grote offers te maken. Het is niet altijd heel makkelijk, je komt heel veel tegenslagen tegen in je carrière. Daar moet je voor op gewassen zijn, ja. Wat is de grootste offer die je hebt gemaakt? Ja, dat je gewoon geen tijd hebt meer voor je familie. Ik moest bijvoorbeeld, ik weet nog wel, ja, vrijdag was het altijd, vrijdag en zaterdag was het altijd weekend en family night. Ja, maar ja, dan moest ik alweer vroeg in bed liggen, want ik moest zaterdagochtend weer gaan voetballen. Ja. En dan kwam je zaterdag, kwam je thuis, dan was je helemaal gesloopt en dan ging je weer vroeg naar bed. Ja. En dan was het weer, kon je dat eigenlijk allemaal niet meemaken. Ja. Ik maakte hele lange dagen, ik ging om... Ik ging in de ochtend, toen ik nog jong was, toen ik nog op de basisschool zat, ging ik naar school toe. En van school werd ik meteen opgehaald. Kwart over drie werd ik meteen opgehaald en ik kwam pas om 8:30 s'avonds thuis. Dus ja, sociaal leven had je niet echt. En op middelbare school ging ik om 6:00 de deur uit. En kwam ik om 7:30 s'avonds thuis. Dus ja, je zag geen vrienden, je zag je familie heel weinig. Je eigen broers en zussen zag je heel weinig. Je ouders zag je heel weinig. Dus ja, dat zijn allemaal... offeringen die je moet maken en bereid moet zijn te maken. En vooral als het dan ook niet goed gaat. Als je dan even een periode hebt dat je niet speelt. Ja. Ja, en met dit allemaal gaande en al die offeringen die je moet maken. Ja, dan moet je toch sterk zien te blijven en toch ergens een lichtpuntje zien. Ja, hey, en je hebt veel geleerd van Fred Rutte, zei je. Daar heb je wel een klik gemaakt. Welke trainers of mensen in het voetbal zijn nog meer heel belangrijk voor je geweest in je carrière? Nou, klik. Fred kon best wel hard zijn naar jonge jongens, naar de jeugd toe. Als jeugdspeler kun je dat op verschillende manieren natuurlijk mee omgaan. Was hij toen hoofdjeugdopleiding met PSV? Nee, hij was hoofdjeugdopleider daarvoor, maar daarna, toen ik zeg maar wat ouder werd, was hij hoofdtrainer bij PSV. Oké, ja, die tijd, ja. Hij was de hoofdtrainer en ik zat toen tegen het eerste aan, ik trainde vaak mee. Maar Fred is wel van de hiërarchie en van heel duidelijk laten zien van de volgorde in de hiërarchie. En als jeugdspeler, ja, ik ben natuurlijk ik was altijd een brutale jongen, in positieve zin dan. Mm. Op het veld maakt het mij niet uit of jij 100 wedstrijden had gespeeld in de Eredivisie of dat je net kwam kijken. Mm. Voor mij, ja, dat is die straatmentaliteit en dat is eigenlijk ook wel die brutaliteit die je nodig hebt. Alleen ja, als je dan een trainer als Fred Rutte tegenkomt, die heel erg van de hiërarchie is, die dat niet echt tolereert, dan kan dat wel botsen natuurlijk. Ja. Dus dat was wel even lastig af en toe. Maar ik heb wel voetbaltechnisch heb wel veel dingen geleerd. Ja, Fred is wel een hele goede veldtrainer. Ja. En Erik ten Hag was op dat moment ook zijn assistent. Dus ja, ik heb ook Ernst Faber gehad in de jeugd, Philip Cocu. In de jeugd, dat zijn een beetje de trainers die ik me zo kan herinneren. Je hebt die stap niet kunnen maken naar PSV 1. Terwijl, ik heb je toen bij Zwolle heel veel, bij Twente, maar vooral bij Zwolle. Ik ben echt gesmeerd van jou, omdat jij gewoon een buitenspeler, ik ben ook linksbuiten, maar jij bent de buitenspeler die en kan scoren en assist kan geven. Ik bedoel, die zie je maar heel weinig. Buitenspelers die gewoon rendement leveren. Maar was jij vroeger zeg maar, bij PSV minder? Of waar lag, ik bedoel, want ik vind je echt een goede voetballer. Nou, kijk, weet je, in het voetballerij moeten ook alle puzzelstukjes in elkaar vallen.
ik op dat moment toen ik door moest breken, was bij PSV, was PSV al heel lang geen kampioen meer geworden. Fred Rutte werd aangesteld om kampioen te worden met PSV. Ja, ze hebben aankopen gedaan. Dries Mertens was Ballas Toetsak. Daarna hebben ze Dries Mertens gekocht. Ja, zie dan maar even tussen te komen als jeugdspeler die nog niks heeft bewezen op eredivisieniveau. Ja. En je moet kampioen worden. Dus die druk die bij een trainer staat en het ging niet altijd even lekker. Ja, dan is het moeilijker om jeugdspelers in te passen in zo'n elftal. Ja. Ah, dan moet je net geluk hebben dat het wel niet zo loopt bij een club. Of dat een club geen prioriteit stelt aan kampioenschap, maar aan doorstroming van jeugd. Ja. Dat zijn allemaal zaken die allemaal ermee te maken hebben. Ik vond dat ik juist een belofte... competitie, dat is ook zoiets. Nu komt de belofte competitie, speelt Jupiler League, komt op tv. In mijn tijd, ja, ik scoorde een hat-trick. Ja, die had het erover. Niemand had het erover. Ik speelde de sterren van de hemel tegen Jong Ajax, tegen Jong Feyenoord, tegen de toppers. Ik was topscorer van de beloftes van de team, een van de topscorers. Maar ja, wie heeft het erover? Wie? Nu als een jongen goed presteert, komt op televisie, Jupiler League doet het goed. Fox Sports praat erover, iedereen praat erover, er wordt een bepaalde druk gevoerd, waardoor die jongen toch sneller gepusht zal worden naar het eerste toe, dan in mijn tijd. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die allemaal ervan afhangen. Ik baal er zeker heel erg van, dat ik nooit echt door ben gebroken bij PSV. Maar ja, dingen hebben zo moeten lopen, alles loopt hoe het moet lopen. Uiteindelijk ben ik via een omweg ben ik er toch gekomen. Alleen ja, als kind van de club, een jongen die 12 jaar bij PSV heeft gezeten, is het natuurlijk wel een wrang gevoel. Ja. En ik denk zeker dat ik het 100% had aangekund. Ja, dus ja. Wat je zegt, alle puzzelstukjes moeten een beetje op hun plaats vallen. Heb jij het gevoel dat het dus ook een beetje aan PSV lag, dat jij niet bent doorgebroken daar? Behalve het lot of het geluk, dat... We hebben Ramzi gesproken. Die is nu assistent-trainer van Ernest. Straks van de nieuwe trainer. Bij PSV. En die legt in ons boek heel erg uit dat hij is assistent-trainer. En daarvoor van een jeugdelftal. Omdat hij een goede trainer is. Omdat hij talent heeft. Maar, hebben ze bij de club gezegd, we hebben jou ook daar neergezet. Omdat jij de Marokkaanse cultuur goed begrijpt. En we hebben gewoon heel veel talentvolle jongens. Met een Marokkaanse achtergrond. En die willen we bij ons houden. Snap jij dat een goede zet is voor PSV? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Als je ook kijkt naar terug in de geschiedenis bij PSV, zijn er gewoon altijd heel veel Marokkaanse spelers doorgebroken. PSV, het is niet toevallig dat heel veel Marokkaanse jongeren ook voor PSV kiezen. PSV is een warme club. Onze Marokkaanse cultuur is sowieso warm. En mensen houden gewoon van een warm gevoel. En gewaardeerd te worden en... Ja, als je dan bij PSV terechtkomt, dan kom je in zo'n warm schuitje terecht. Dus ik kan me zeker voorstellen dat zij nu Abdul Ramzi erbij betrekken om die Marokkaanse jongeren, om die connectie zeg maar toch dichter naar elkaar toe te brengen. Ja. Maar om even terug te komen op jouw vraag over destijds bij PSV. Dat is maar net wat ik net zeg, het beleid wat er gevoerd wordt. Wil je kampioen worden? Wil je doorstroming van jeugd? Wat wil je precies bereiken? Dus dat is, ja... Kijk, bij Feyenoord, een tijdje geleden was er door nood, moest er in één keer heel veel jeugd doorstromen omdat er geen budget was. Ja, ja, kijk, dat zijn allemaal dingen die moet je net maar geluk bij hebben. Ik heb nadat ik ben weggegaan, heb ik heel veel jongens zien doorbreken waarvan ik zeker niet minder van ben. Ja. Dat is een beetje het geluk wat je moet hebben. Ja. Hey, en dan heb je het shirt aangehad van Marokko en van Nederland, nationale teams, jeugdteams. Ja, ja. Welke zat het lekkerst? Nou, is allebei wel een mooi gevoel. Kijk, ik ben in Nederland, geboren. Ze mag erbij hoor. Hey. Ja, die kleine van mij, die kan af en toe net een kraai zijn. Ja, goed, ga maar naar mama. En die zit een beetje hier. En die heeft gelijk te huilen. Nee, ik moet zeggen... Marokko was toch wel even wat anders. De beleving, ondanks dat het Olympisch team was, 123. De beleving was gewoon fantastisch. Stadionen waren gewoon vol, echt vol. Mensen waren zo betrokken. Wat je normaal niet verwacht, kijk, dat verwacht je bij een A-elftal. Maar in Nederland, als je naar een belofte team gaat,
ja, er zitten misschien 2000 kinderen. Ja. En voor de rest zitten er scouts en trainers op tribune. En ouders, that's it. Maar ja, dan kom je Marokko voor Marokko te spelen. Dan zitten er in één keer 30.000 Marokkanen op de tribune die keihard aan het juichen zijn. Dus dat was wel een hele mooie ervaring. Ja, om dat mee te maken is gewoon schitterend. Weet je. Voor mij was het allemaal nieuw. Ja. Ook de hele aanloop met de bus naar het stadion. Begeleid door politie, supporters die achter je aanrijden. En, ja, als je dan wint. Hoe je wordt ontvangen weer terug in het hotel. Alle supporters voor het hotel. Dat is, ja, je wordt gewoon veel meer gewaardeerd, moet ik zeggen. Door, we hebben een boek uitgebracht, Marokkaans trots. Ja. Younes, dat is precies wat dat inhoudt eigenlijk. Ja. Ik wil je even iets laten horen. Of je het nog weet. Even goed luisteren. Goed luisteren. Ik denk dat dit de goal was tegen Egypte, denk ik. Ja, klopt. Klopt dat? Ja. Ja, dat deed Mo Salah ook nog mee, hè, bij Egypte. Ja, dat klopt. Dat was een goede vraag. Dat kon je toen al zien, hoor. Dat kon je toen al zien van, nee, ja. Deze man is wel lastig, hoor. Jullie wonnen wel. Wij wonnen wel, ja. Wij overrompelden hun eigenlijk. In het begin al met meteen 2 doelpunten. Hmm. En ze kwamen meteen 2-0 voor en zij dachten van, wat gebeurt hier nou? Toen op een gegeven moment kwamen ze nog wel terug 2-1 en eigenlijk maakte ik toen de bevrijdende treffer. Want we kwamen wel onder druk te staan aan de 2-1. En toen die 3-1 viel, ja, dat was eigenlijk de doorslaggevende doelpunt wat zorgde dat we naar de Olympische Spelen gingen. In Londen? Want als je, ja, in Londen, ja, waar ik uiteindelijk niet mee mocht, maar... Nee. dat was wel verrassend, toch? Ja, ik kwam toen ook in het elftal van die Afrika Cup. Onder 23 was ik in het elftal van die Afrika Cup. Ik heb wel een groot aandeel ook gehad van doelpunten gemaakt, ook in het traject daarvoor. Mm-hmm. Dus voor mij was het wel echt een harde klap, moet ik zeggen, dat Pim van Beek toen niet meenam. Nee, dat was het ergste eigenlijk. Hij had geen reden voor mij. Hij zei, ja, je hebt het heel goed gedaan. Alleen, ja, we mogen maar 19 spelers meenemen. En ik moet kiezen voor spelers die ik op meerdere posities kan inzetten. Terwijl ik juist eigenlijk speler ben die op meerdere posities ingezet kan worden. Dus dat was wel heel zuur. Het was echt was een lastige periode voor mij. Omdat ik toen ook te horen kreeg van PSV. Met name de huurperiode bij Eindhoven, wat ook heel goed ging. Dat ik eigenlijk geen toekomst meer had bij PSV. Ja. Moet je voorstellen dat je 12 jaar bij een club hebt gezeten en dat te horen krijgt van ja, je mag uitkijken naar iets anders. En dan als kerst op de taart kreeg ik dus telefoontje van Pim Verbeek van je gaat niet mee naar de Olympische Spelen. Terwijl je wel 2 jaar onderdeel hebt uitgemaakt van zo'n project. Ja. Ik heb ook veel offeringen moeten maken omdat veel wedstrijden niet in de FIFA-data vielen. Dus ik moest ook met mijn club, met mijn FC Eindhoven toen, toch overhalen om me te laten gaan. Weet je, om die wedstrijden te spelen. En dan uiteindelijk, maar al met al was het wel een fantastische ervaring. Hoor. Zeker. Ja? Hoe ga je om met zo'n verdriet, zeker op die jonge leeftijd, beginnend aan een carrière? Eigenlijk, je hebt een bepaalde stap gemaakt en je kan niet meer terug. Dus je kijkt wel terug en om je heen van, hé, wat kan ik nu doen? En dan zie je dat je nergens naartoe kan gaan. Dus dan moet je wel door. Je moet wel vooruit blijven gaan. Ja. En ik heb toen alles op alles gezet op het voetballen. En ik heb mijn opleiding als het ware op een zijspoor gezet. Dus ik had niet iets waar ik meteen op kon terugvallen. Dus
Ja, ik moest wel doorgaan. En ja. Ik had van mezelf ook, ook wel echt... ik werd een beetje ondergewaardeerd altijd wel. Ik kreeg heel veel clips te horen van... We weten niet of hij Eredivisie aan kan. Hij heeft geen Eredivisie ervaring. Maar ja, die ervaring kun je ook nooit opdoen als je niet die kans krijgt. Ja. Dus dat is altijd wel heel lastig hoor, voor jeugdspelers om die stap te zetten naar Eredivisie. Omdat er heel veel clubs toch wel twijfelen. Ja, nu niet meer, moet ik zeggen. Omdat er geen budget meer is. Dus de clubs zijn genoodzaakt om toch te proberen. Ja. Ja. Maar in die tijd waren er nog wel redelijk wat clubs met budgetten. Ja. En dat zeg maar door iedere keer geweigerd te worden door clubs. Bij elke club weer te horen van ja, nee, het is talentvol, maar we weten het niet. We durven het niet aan. Dat maakte toch wel wat los in mij ook, om toch tegendeel te bewijzen. Ja, ja, het wakkerde vuren aan om te laten zien dat jij het aankon. Marokkaans trots. Ja, precies. Ja, nou, ja. Dat is gewoon echt zo. Kijk, ik heb er zoveel jaren in gestoken en mijn familie, wij zijn gewoon heel trotse mensen. En als het dan niet geaccepteerd wordt, ja, dan gaat het natuurlijk, dan word je gekrenkt in je ego en in je eer. En dan wil je toch tegendeel bewijzen en laten zien van je zit ernaast. Ja, nou, dat zeggen inderdaad meerdere voetballers die we gesproken hebben ook hierover. Maar het kan natuurlijk ook een verkeerd vuur aanwakkeren, toch? Ik bedoel, je moet het wel goed kanaliseren. Ja, kijk, je kan het ook. Ik heb ook heel veel jongens gezien die denken van, ja, weet je wat, laat me zitten. Ik ga wat anders doen. Ik heb hier geen zin meer in. Omdat je natuurlijk, je moet gewoon, ik heb altijd van mijn vader meegekregen, jij moet 2 keer zo beter zijn, wil jij het halen. Dat omdat je Marokkaan bent? Ja, links of rechtsom, dat is gewoon zo. Ja. Als Marokkaanse jongen, je moet gewoon veel beter zijn dan, om het maar even zo te zeggen, de Nederlandse jongen. Ja. Ja. Die klinkt misschien een beetje raar en misschien een beetje hard, maar dat is gewoon de werkelijkheid. Ik bedoel, wij worden ook heel vaak weggezet als moeilijke, lastige jongens. Maar ja, wat is lastig? Wat is moeilijk? Dat je voor jezelf opkomt, moet je ja-knikker zijn. Ik heb het gevoel dat tegenwoordig trainers, vooral heel veel in Nederland heerst dat wel. Je moet het altijd eens zijn en je moet een ja-knikker zijn, wil je het halen. Als je een eigen mening hebt en je ziet dingen toch anders in. Met een andere visie, dan pas je niet in het straatje en moet je wijken. Of ben je een lastige jongen, word je weggezet als lastige jongen. Ja. Dus dat is, ik merk wel. Maar uiteindelijk zijn dat wel de jongens die het verst komen. Mm-hmm. Dus ja, daar moet je weer een balans in zien te vinden van, oké, kijk, ik heb uiteindelijk wel geleerd. Hard op je tong liggen is niet altijd, goed voor je carrière. Dus ik heb uiteindelijk wel moeten leren om af en toe te slikken en dat krijg je dan ook mee, weet je, van huis uit van ja, je moet leren om af en toe bepaalde dingen te slikken, al is het niet eerlijk. Nee. Kijk, je wordt af en toe je bijvoorbeeld, ik weet nog bij de belofte van PSV, heel vaak kwamen de jongens van, dan was je de hele week keihard aan het trainen en dan had je maandag een wedstrijd, kwamen er 9 jongens van het eerste, kwamen terug en die moesten allemaal spelen. Ja. Die waren niet gemotiveerd, of ze nou beter waren of niet beter waren. Die speelden toch wel. Ja. Weet je, en dan kreeg je van de trainer bijvoorbeeld te horen van ja, die kon het zich dan ook niet verkroppen. Die zegt dan van ja, je hebt deze week niet heel goed getraind. Is er goed. Terwijl jij weet wel van jezelf weet van je hebt keihard getraind. Weet je, en dan ben ik een jongen die zijn hart op zijn tong heeft liggen. En die zegt van waar heb je het allemaal over? Ja. Ik ben keihard, ik ben gewoon heel goed aan het trainen. Je moet mij gewoon passeren omdat de trainer van het eerste instructies geeft. Weet je, ik ga dan op de mannen van, zeg dat dan gewoon en ga er niet omheen draaien. Ja. Weet je, wees gewoon eerlijk met mij. Ja. En uiteindelijk, eerlijkheid duurt altijd het langst. Ja. Maar dat kan niet altijd gewaardeerd worden, snap je? Nee. Dus, terwijl het eigenlijk, Younes, wordt het als een oer-Hollandse eigenschap gezien. Hè? Dat Nederlanders geven zogenaamd altijd hun mening, hè? Ook als ze in het buitenland zijn. Dus ironisch genoeg wordt het eigenlijk... als oer-Hollands gezien. Maar denk jij bijvoorbeeld dat Ziyech dus... Hè, we hebben nog 3 minuten trouwens, Younes. Want dan gaan we op zwart. Dus dan weet je dat. Denk je dat Ziyech om die reden ook misschien wel... de afgelopen 2 jaar zijn beste seizoen heeft gespeeld? Juist omdat hij gekrenkt werd. Ook door het publiek.
Je eigen publiek. Ja, tuurlijk. Als jij een van de beste spelers bent en je bereidt zulke statistieken, maar ze pikken altijd jou uit als het even niet goed gaat. Ja, dan word je zeker gekrenkt en je trots. Kan ik me heel goed begrijpen dat hij zich zo voelde en ook zich zo uitte. Hij lag ook niet altijd lekker in de media omdat hij zijn mening had. En dat dat niet altijd gewaardeerd wordt. Nee. Maar uiteindelijk ja, is het des te knapper hoe hij de hele situatie heeft gekanteld. Ja. Ja, kijk, en uiteindelijk toch smaakmaker is geworden en zo gewaardeerd is geworden. Ja. Ja. Ik moet niet te veel generaliseren, maar als ik één ding heb gemerkt in al die gesprekken die ik met Noordin heb gehad en samen met Noordin, met jou, met al die andere Marokkaanse voetballers. Als jullie ergens iets belangrijk vinden, is het inderdaad, draai er niet omheen. Eerlijkheid, be straight. En dan kunnen we samen door één deur. Ja, alles is nu misschien niet altijd leuk om te horen voor een speler op het moment. Maar ja, dat duurt wel het langst uiteindelijk. Ik ben de trainer gaan waarderen omdat hij gewoon eerlijk tegen mij heeft gezegd van jongen, ik krijg op de opdracht van de trainer van de eerste. Deze jongen die vertegenwoordigt de kapitaal. Die moet spelen, die moet ritme opdoen. En die komt gewoon voor jou op dit moment. Prima, ja. Trainer. Hartstikke bedankt voor je eerlijkheid. Is niet fijn, maar is wel voor mij een wake-up call dat ik gewoon moet zorgen dat ik zo snel mogelijk in eerste selectiespeler word. Ja, ja, precies. Dan weet je gewoon voor jezelf waar je aan de slag mee moet gaan. Ja. Maar ja, als jij keihard je best doet en je hoort uiteindelijk van nee, het wordt, je hebt niet goed getraind deze week. Ja, dan valt dat niet altijd je skill gaan. We nog stel een paar dilemma's. Nou, less than a minute zie ik staan in beeld. Dus nee, ik heb nog iets langer. Ik heb iets langer. Oh, je hebt nog iets langer. Oké. Okay. Ja, nog een paar dilemma's om af te sluiten, Younes. Gewoon even het een of het ander. Aissati of Afellay? Het zijn allebei vrienden van me, man. Dan moet ik kiezen tussen Aissati. Ja, uiteindelijk heeft Afellay het natuurlijk veel verder geschopt. En terwijl Aissati wel heel veel potentie had. Dus ja, we moeten het aan Afellay geven, ja. Texmanne of PSV? Goh, dan ga je nog. Dat zijn lastige dingen. Ja, uiteindelijk Texmanne dan, ja. Ron Jans of Ernst Faber? Zo. Nou, Ron Jans dan. We sluiten met een makkelijk af. Trump of Obama? Hij zit in Amerika, Noordin. Ik zit, ja. We gaan nu nog even voor Trump, want ik ben hier nog. Vraag je me beter stellen als ik in Nederland ben. Ja, kijk, Younes heeft zijn les geleerd. Die weet precies wanneer hij wat moet zeggen. Heel goed. Kijk, hij is niet alleen een Marokkaan, hij is ook een slimme Marokkaan. Ja, dat komt met de jaren, hè? Ja, precies. Als je vader wordt en wat meer verantwoordelijkheid. Ja. Hey Younes, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit gesprek. Noordin en ik hebben dus dit boek geschreven, Marokkaanse Trots. Gaat zeker lezen. Ervan uit dat er een deel 2 en een deel 3 komt. En jij hoort hier ook in als die delen eraan komen. Mm-hmm. Ik denk dat je heel veel dingen gaat lezen die je gaat herkennen. Herkennen, ja. Doe ons een plezier, vertel mensen erover, bestel het, lees het, post het. Ik hoop dat mensen... Ik ga het doen. En jij